Maar nu eerst. Uit het raam. Beste André. Ja. Het is tijd voor het moment. Suprem. Ja, waar je nog lang over gaat napraten. Okay. Met diverse artiesten, collega's. Misschien vrienden. Wel gaat zeggen van. Nou, dat wil ik nog wel een keer doen het extra weekend. Okay. Ja, precies. Dat is een ding waar iedereen over napraat. We hebben artiesten gehad van welk kaliber dan ook. Guus Meeuwis, die smeekt. Die smeekt elke maand om terug te komen. Omdat hij dit item mag vorige meemaken. Vorige week, Martin Gauws vond het belachelijk van tevoren. En belachelijk. Waarom moet ik dat doen? We hebben een belachelijk onderwerp. Bij de beest af. Niet likken. En toch gedaan. En uiteindelijk... Was hij poes lief? Was hij hondsdol? Ja, precies. Dan weet je als wel, de kippen was hij erbij ook. Maar laten we beginnen met nog één keer. Net vroegen we al, wil je even dat ja doen? Ja. Maar zijn nog één keer even die legendarische kreet... de groot buitengeluiden willen doen? De groot buitengeluiden! Dit zijn de microfoons die buiten staan. En die hebben wij niet zomaar buiten gezet. Hebben we een klein bewijsstukje voor de deur? Ik gooi een kartonnen bekertje naar buiten. En dan kun je horen hoe dat klinkt. Oh, ja. Dan komt hij in twee. Er loopt toch iemand daar? Sorry. We gaan namelijk... je mag iets uit het raam gooien. Iets. En waarom? Omdat het kan. Ja. Oké. Omdat het leuk is om dingen kapot te gooien. Ja, en dan met live. Precies. En nu zonder geluidseffecten gewoon de real deal. Echte buitengeluiden. Dus wij hebben spullen voor uit het raam. Ze staan in rijen van vier. Staat er ondersteld. Jimmy, wat hebben we allemaal? We moeten eerst even de beveiliging bellen. Even vragen hoor. Daar is die weer. Jimmy. Dit is weer door een aantal luisteraars afgeleverd bij onze studio. Dit is volgens mij een uitkloksysteem. Ja, dat zijn zo'n bonnetjes. Bonnetjes. Wat is bonnetje? Wat is dit? Oh, dit is een oude harddisk is dit volgens mij. Keiharde disk is dat. Dat is een oude MP3 speler. Ja. Maar wat we ook hebben. Bonus. Van de tafel. Uit het. Ontzettend. Snap je nu waarom we een beetje de groot van de jaren nul noemen? Ja. Hij flikkert dan aan de Palestijnen hier. Maar we hebben nog wat extra's. Ja, we hebben een doorgeef gelijk met de benedenburen. Ja. Oh, Radio 2. Ja, nou ja, goed. Het toepasselijke dan vanavond kan er niet. En Geer... Een bloemkool. Ja. Want we hebben de plaat er ook even bij natuurlijk. Dat is toch leuk, hè? En Joep Meloen is er ook, hè? Joep Meloen, dat is ook een mooie spet. Nu kan ik het eigenlijk zingen. Hele grote bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ze pakken lekker beter. Chip, hoeveel bloemkolen heb je in godsnaam? Ik heb er drie. Nou, drie bloemkolen? Heb je ook wel eens geiler gezegd. Dat is raar voor iemand van jouw leeftijd. Ja. Kunnen we ook een kabbetje naar buiten gooien anders? Ik heb er niet meer aan. Een kabbetje. En een zadel, vanwege mijn opoel heeft een zadel om terug. Ja, en ik ben ook helaas vergeten om een vingerplant te kopen. Nee, wat jammer zeg. Maar goed, André, aan jou de eer om een keuze te maken. Alles mag kapot. Maar moeten we eerst even bellen met de beveiliging? Ja, ik zal het maar even doen, ja. Ja, maar we moeten dan melden, we gaan nu iets uit het raam gooien... dat er niet achterloos iemand net naar buiten staat... op het moment dat jij een bloemkool naar beneden gooit. Nou ja, ik kan ook een nog apart geluid. Dankjewel, dus even goedenavond. Ja, goedemiddag. Met ons van boven, want al het goede komt van boven. Hallo daarboven. Hallo beneden. Al het goede. We gaan de zwaartekracht weer testen. Ik zal eens even kijken of het helemaal veilig is. Ja, de heer Van Duin gooit achtereenvolgens drie bloemkolen, een meloen, een harde schijf en een bolletje uit de maat. Ik kom eraan. Ja, geef je van een gilletje de bed. Als u zo opvangt, heel graag. Heel fijn. Nou, we horen vanzelf wel van een... Ja, hij kan. Ik denk dat deze dit het meeste effect heeft. De meloen, hè? Ja. Die spat uit elkaar natuurlijk. Dan krijgen we zo meteen ook natuurlijk een wacht op het teken. Want we wachten nu op het teken. Je geeft toch een teken? Groot, ik wacht op het teken. Oh, ik hoor voetstappen. Ik hoor voetstappen. De grote buitengeluid is daar weer aan. Ja, daar is die. De portier. Ja, hij kan hoor. Hij kan hoor. Nou, dan gaan we met object nummer 1. Aan de oren. Wat gaan we als eerste doen? Ik denk het minste effect is deze bloemkolen, denk ik. Je kunt wel een lekker kracht meegeven. Ze kunnen lekker flats. Ja, ze kunnen... Oh, daar gaan ze al. Ze liggen in 100 stukken. Okay. Gelijk aangekomen alle twee. Ja, heel goed. Maar ik denk persoonlijk dat deze... deze meloen, hè? De meloen, hè? Die spat lekker uit elkaar. Ik ga ook pret van. Okay. Attentie, die man die... Hey. Oh! Ja, dat komt. Dat is gewoon, hij gooit alles erachteraan. Ja,
Ja, en hoe hij goed aan. Oh, nee, stop nou! Ja hoor! Ja hoor! Zo moet ik op de ja. Alles aan moestuin, hè? Werkelijk waar. Een hele salade buiten.